Leen de Jong, eigenaar van Auto de Jong in Werkhoven. Ik heb deze auto gevonden bij een collega van mij. Ik zag deze auto bij me staan. En het deed me heel erg denken aan toen ik een 8-jarig jochie was. Toen had een oom van mij deze auto helemaal vlamnieuw uit de doos gekocht. En eens per jaar gingen we altijd een dagje vissen in het IJsselmeer met de ooms en de neefjes. Ja, als 8-jarig jochie ben je dat gewoon met 3 kwartier helemaal zat natuurlijk. En dan mocht ik altijd in de Fiat 128 van mijn oom zitten. Ja, daar heb ik gewoon een hele leuke herinnering aan. Vooral de specifieke lucht die in zo'n Fiat hangt met al het sky en het rubber. Ja, toen ik in deze auto stapte, kwam die lucht gelijk weer naar boven. En ja, kon ik maar één ding doen. Kopen die auto. Dit is een 1100cc met een enkele carburateur, heel eenvoudig van opzet, ongeveer een 50 pk. Het is wel een van de eerste motoren met een kunststof distributiesnaar. En die heb ik dan ook gelijk als eerste vervangen. Want ja, het beestje heeft pas 51.000 kilometer gereden. En dan vind ik het gewoon zonde als dat bij de eerste start al misgaat. Daar is hij me veel te lief voor. Ik ben Steven Neutenboom, ben 20 jaar, kom uit Zonnebreugel. Dit is een Mazda 818 uit 1973, 13 februari 1973. Hij is geleverd door Peter uit Baarlo. Ik had zelf eigenlijk helemaal niks met Mazda. Ik heb zelf altijd gezegd, mijn eerste auto wordt de Kever. Nou, dat is dus niet gelukt. Ik heb bij een Mazda dealer gewerkt op zaterdag, auto's gepoetst, nieuwe auto's vooral. En op een gegeven moment vroeg de oude eigenaar aan mij, zou je een keer mee op een zaterdag mijn oude auto's op willen starten? Toen dacht ik, nou, dat is wel leuk. Vind ik oude auto's altijd interessant gevonden. S'avonds naar huis gegaan, ja, ik denk, autootje is toch wel leuk. Mijn moeder overlegd. Ja, wat moet je nou met zo'n ding? Dat maak je toch nooit af. Ik zou toch naar de mbo-school gaan, autotechniek. Dus het was eigenlijk wel iets leuks om als project hier iets mee te doen. Er veel van te leren. En zodoende heb ik deze auto gekocht in 2009. Het interieur is nog helemaal origineel. Hij is van buiten wel overgespoten. Het is de standaard uitvoering. Er ligt een 1300cc ligt erin. 81 pk volgens de Amerikaanse normen.